Ik denk dat het belangrijk is om mensen een goesting te doen krijgen om te werken en nog meer mensen aan de slag te krijgen. Dat is het voornaamste voor de volgende jaren. Er zijn te veel mensen die thuis zitten of langdurig ziek zijn, langdurig werkloos zijn. En om die mensen aan de slag te krijgen is de grootste uitdaging. Hoe kunnen we dat doen? Werken aantrekkelijker maken vanuit een fiscaal standpunt, maar ook meer opleidingen geven zodanig dat eigenlijk de mensen zelf beter afgestemd zijn op de vacatures en de functies die er zijn. Dat zijn de twee uitdagingen, denk ik, die er zijn om meer mensen aan de slag te krijgen.